probeer het nog een keer. Ik moet het een en ander even aanpassen nu. Want ik had mijn laptop eigenlijk heel mooi klaargezet. Maar die, die wil niet. Dus... Hallo, ik probeer het nog een keer. Ik ga deze even installeren. Ik moet het een en ander even aanpassen nu. Want ik had mijn laptop eigenlijk heel mooi klaargezet. Maar die, die wil niet. Dus... Oh, nou gaat hij. Het is zo'n dag vandaag. Oh. Hoor je dat, al die rare geluidjes? Dat ben ik. Oh nee. Share. Ik ga hem gewoon share, posten en dan hoop ik dat al die enge geluidjes op gaan houden. Want dit klinkt niet lekker. Ja. Oké, nou moet ik dus even voor zorgen dat jullie mijn schilderij goed kunnen zien. Want ik had hem dus allemaal heel mooi geïnstalleerd. En nou blijkt dus dat mijn laptop niet leuk vindt om live te gaan. Want ik doe het normaal altijd met mijn telefoon. Ik hoop dat jullie het zo wel kunnen zien. Even kijken. Dus het is even nu op het laatste moment. Oh! Even alles live goed zetten. Oké, dit is... Heel inventief. Kijk, met penselen ga ik er nu voor zorgen dat alles goed recht staat. Ah! Weet je? Oh. Nou, zo rommelig is het nog nooit geweest. Geluid is weg. Oké. Ik hoop dat die zo blijft staan. Is er nou wel geluid, Diede? Je hoort wel de muziek, denk ik, hè? Oké. Dan moet ik dus nog een keer uitzoeken. Nou, het is vandaag ook gewoon zo'n dag. Dat er van alles misgaat. Kijk hier. Ik heb al vlekjes op mijn trui. Er was al verf overheen gegaan. En ik heb vandaag namelijk... ik ben heel moe geweest. Ik heb veel gechilled op de bank. Maar ik wilde toch wel echt wel even live gaan. Want ik ben aan een heel mooie schilderij bezig in de opdracht. En de hartchakra, die je hier kan zien. En ik vind het heerlijk om daaraan te werken. Dus ik wilde toch live met jullie even deze, dit schilderij verder aan gaan werken. En ik ga gewoon aan de slag. Ik was al begonnen. En hopelijk is het voor jullie zo ook goed te zien. Want dit is wel even allemaal snel opgezet nu. Met veel gerommel. En nu gaan we gewoon ervoor om de rust weer te bewaren. En gewoon lekker aan de slag te gaan. En Diede, tof dat je er bent. Ah, ja. De tonen zijn goed. Tof. Diede, leuk dat je er bent. En... fijn dat je ook lekker weer iets moois gaat maken. En het zou leuk zijn als je aan het einde laat zien wat het is. Dan, dan ga ik nu aan de slag. En dan veel plezier.
zijn. Thank you.
in detail dit kunnen zien. Maar hier in het midden staat de Seed of Life. Heb ik het ontwerp gemaakt van de Seed of Life. En de Markaba. Twee driehoeken door elkaar. En het is dus de hartchakra. En de hartchakra is voornamelijk groen. En ik heb hier dus dan ook groene harten in terug laten komen. Ik bekijk eigenlijk tijdens het schilderen een beetje welke kleur ik allemaal ga gebruiken. Ik bedoel, het thema is groen, maar ik heb hier bijvoorbeeld nu ook lila paars ertussen gedaan. En er komt ook wel iets van rolstik nog in, maar over het algemeen groen. Dus ik vind het wel lekker. Ik weet van tevoren niet precies hoe het eruit gaat zien. Ik heb wel een idee, maar ik laat het gewoon ontstaan tijdens het schilderen. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel het leukste eraan. Dit is een heel groot werk, want ik heb eigenlijk de laatste tijd voornamelijk op kleine schaal gewerkt. Dit is een opdracht voor iemand. Dit werk is 1 bij 1 meter groot. En dit komt uiteindelijk te hangen in een meditatieruimte. Waar persoonlijke gesprekken worden gehouden en waar ook mensen tot rust kunnen komen en even kunnen mediteren tijdens hun drukke bezigheden. Dus ik vind het echt heel speciaal dat ik hier dit schilderij mag maken, dat hij daar mensen mee gaat verblijden en helpen tot diepe stilte. Kunnen mij nu een uurtje volgen hier op Facebook Live. Maar dit schilderij, dit gaat toch zeker wel minimaal 11 uur in om het klaar te krijgen. Even zien, misschien dat we volgende week nog aan verder kunnen, dat hij bijna klaar is.
lijkt mij namelijk wel leuk voor jullie als jullie ook de verschillende stappen kunnen zien. Schilderen en tekenen echt als helende en genezende kracht. Want ik was vandaag echt zo moe, ik kon echt gewoon niks doen. Alleen maar slapen, de hele dag liggen slapen. En mijn lichaam deed zeer en hoofdpijn, moe. En als ik dan nu zo aan het schilderen ben, lekker muziekje op, is echt gewoon heel fijn. Het is eigenlijk gewoon mediteren. Schilder jezelf weer gezond.
tijdens het schilderen, dus bij iedere brushstroke, heb ik ook een gevoel van dankbaarheid en dat ik dit mag maken en dankbaar voor alle dingen die op mijn pad zijn gekomen. En stel ik ook mijn hart open, zodat ook deze energie in het werk mag komen, zodat het mag doorgeven. Daarom voel ik me ook zo goed bij. Als je een beetje een dag hebt die zo lekker gaat en je gaat lekker schilderen. En je bent bezig met positieve gevoelens, positieve energie. Dan kun je helemaal beter door doen.
misschien dat mijn haren soms ook al onder de verf zitten. Want dan hou ik dus hier mijn palet vast en dan doe ik zo. En soms veel kleuren in mijn haar zitten. Zo op het moment, dan let ik niet op. Nou, dat is ook niet zo leuk voor jullie. Mijn telefoon die viel. Vandaag is het technisch niet helemaal in orde. Maar laat ik nou net bedacht hadden om het jullie zo even van dichtbij te laten zien. Ja, zoals je kan zien al hier. Zie je de schets een beetje beter. Hier ook nog hier de Seed of Life. Ik kan ook al even de schets laten zien. Even kijken. Nou, de volgende keer dan installeer ik gewoon mijn laptop. Het stond helemaal perfect. Kijk, dit is de schets. En ja, sorry dat het een onrustige sessie is geworden. Ik had ook iets anders in gedachten, maar soms loopt het gewoon even niet zoals je in eerste instantie denkt. Ik ga er in ieder geval nog even nakijken, dat voor de volgende keer dat iedereen het gewoon goed kan zien. En wat je misschien ook op is gevallen, is dat ik nu op een andere plek zit. Want als je al vaker hebt gekeken, dan... zat ik normaal in de woonkamer aan een tafel en ik heb nu een andere werkruimte. Ik heb een van de kamers nu ingericht en dit wordt mijn werkkamer. Dus hier kan ik lekker schilderen en tekenen, maar hier ga ik ook vanaf januari energetische behandelingen geven, persoonlijke energetische behandelingen. Dus ik ben ook druk bezig om deze ruimte op een goede manier in te richten, de juiste sfeer neer te zetten en dat alles hier kan gaan plaatsvinden. En hoi Wieneke, lang geleden. En Diede, ik hoop dat jij ook leuk werk hebt gemaakt en dat je hebt genoten. Ondanks dat het een beetje onrustig was in het begin. Maar ik geloof dat het, ja, voor mij voelde het wel goed. Ja, dan denk ik dat ik afscheid ga nemen van jullie voor vanavond. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien. En ik weet nog niet wat ik dan ga maken, waar ik aan ga werken. Het is een beetje afhankelijk of dat deze al klaar is of niet. Anders dan werk ik hier volgende week op verder. Is ook wel leuk om voor jullie te zien hoe die er dan uitziet. Ik zal in ieder geval een foto dadelijk erbij plaatsen voor de mensen om te zien. En dan wens ik jullie nog een fijne avond. Lekker slapen. En tot volgende week. Doei!